Een hele goede morgen. Welkom bij de Facebook livestream. Ik ga nog heel even een half minuutje wachten voor de deelnemers die live willen deelnemen. En dan gaan we lekker starten. Ja, een paar seconden. En dan ready to rumble. Goed, nogmaals dames en heren, een hele goede morgen op deze maandagochtend 8 uur. Van harte welkom. Mijn naam is Isaac Achili en namens MMC Sport en Beweeg bied ik vandaag weer een sportieve start aan. Het is een workout van ongeveer 30 minuutjes. Iedereen kan en mag deelnemen, want juist nu is het goed om te blijven bewegen en voor je lichaam te zorgen. Dat willen we doen door middel van deze ochtendworkout. Probeer goed op jezelf te letten, forceer niks tijdens deze workout. Dus luister goed naar je lichaam. Voel vrij om lekker op muziek op te zetten. En dan zijn we klaar om te gaan starten. Ja, we hebben vandaag een nieuwe week met nieuwe kansen. En daar gaan wij nu aan beginnen. Ja, ik heb een warming-up op staan. Een korte warming-up. Gewoon rustig aan. Het blijft maandag, 8 uur. Dus, en daarna gaan we flink aan de slag. Ja, we gaan vandaag een iets wat hogere intensiteit doen dan dat we vorige week gedaan hebben met de verschillende oefeningen. Ja, de eerste oefening voor de warming-up gaan we van boven naar onder. We gaan gewoon rustig vanuit je nek cirkeltjes te draaien. Schouders blijven mooi laag. Draai jezelf niet duizelig. En andere kant op. Zo groot mogelijk te draaien. Rustig aan. En super. Goed. Dan gaan we vanaf hier de handen langs zij laten hangen. En dan gaan we zo groot mogelijke shoulder circles maken. Dus rondjes draaien vanuit de schouders. Een beetje stijf van het slapen. Even eruit halen. Andere kant op. Goed je schouders ophalen. En naar voren. En goed. Dan gaan we onze armen strekken en dan gaan we achtjes maken. Maak die figure eight zo groot mogelijk. En met twee armen tegelijkertijd. Goed naar achter halen. Mooie grote rondjes. Super, dan gaan we de vingers aan elkaar slaan. Dan gaan we vanuit hier elleboog tegen het lichaam aanhouden. Dan gaan we rondjes draaien vanuit de polsen. Rustig starten. Zoek dan je ritme. En dan gaan we uiteindelijk ook de andere kant op. Goed, dan gaan we goed stevig staan, voeten staan op schouderbreedte, liggen boven knieën, billen op spanning zetten. Dan gaan we bovenlichaam indraaien, links, rechts. We willen dus veel rotatie creëren in de romp en niet helemaal meedraaien met de heupen. Dus daarom zetten we goed onze billen vast. Dan mag je op het uiteinde je armen doorstrekken. Je hand goed naar. Hou je onderlichaam zo stil mogelijk. En prima. Vanuit diezelfde houding gaan we van rechts naar links reiken. Goed bovenlangs. Rek de zijkanten goed op. En als je uitrekt, even een beetje uitblazen. Kom je net een klein beetje verder.
netjes. En super. Goed, handen in de zij. Grote rondjes draaien vanuit de heupen. Kijk hoe soepel jullie heupen zijn. Dan duwen we lang niet meer kunnen dansen op de dansvloer. En de andere kant op. Als je niet meer op stap kan, wel maar hierbij een sportieve start. Maak ze mooi groot. En top. Dan gaan we de knieën en elleboog naar elkaar indraaien. Ja? Begin rustig. Als je ritme hebt, kan je wat sneller uitvoeren. En wat meer intensiteit erachter zetten. Dus goed indraaien. Benen en voeten naast elkaar, handen op de knieën, liggen boven de knieën, rondjes draaien vanuit de knieën. Ja, dus gaan we één kant op. Begin klein en ga daarna groter en groter. Wat voor jou prettig voelt. En andere kant op. En super. Dan hebben we weer rechterbeen. Dan het been voorwaarts zwaaien. Hou je balans. Goed op je stambeen te blijven. Leunen. Probeer dan iedere keer je beweging zo groot mogelijk te maken. Ja? Hou je balans. Zoek een punt uit waar je naar blijft kijken. En dan zwaai je been zo hoog mogelijk op en zo ver mogelijk naar achter. En wissel, andere been, voorwaarts. Yes. Oeh, en corrigeren. En dan gaan we zijwaarts. En we wisselen van been voorlangs kruisen. Maak hier ook bij goed gebruik van je armen voor je balans. Voorlangs kruisen, goed zijwaarts ophalen. En wissel, andere kant. Drie, twee, één. En that's it. Goed, op één been blijven staan. Gaan we vanuit de enkels op en neer. Dus omhoog en omlaag met je voet drukken. Met de been zo groot mogelijk. Als we dat gedaan hebben, dan gaan we van links naar rechts. En dan gaan we rondjes draaien, rechtsom en linksom.
En deze stappen gaan we uiteraard ook herhalen aan de andere kant. Dus omhoog en omlaag. Van links naar rechts. Links hebben we altijd wat minder soepel. Als je dat ervaart, is niet zo erg. Dan gaan we rechtsom. Altijd één kant die motorisch iets sterker is. Het komt vaak voor dat het je dominante kant is. Hier, andere kant op. En top. Prima. Dit was de warming-up. We zijn even van boven helemaal onder gegaan en hebben alles meegenomen. Nou, dan gaan we beginnen met onze eerste 3 oefeningen. Ja, we gaan zo meteen 30 seconden activiteit en korte rustperiode van 10 seconden gaan we oefeningen achter elkaar uitvoeren in een circuitje. Dan hebben we dus 3 oefeningen en 4 rondjes. Plus minus 8 minuutjes. Oefening 1. Dan gaan we zo meteen squatten en reiken. Squat en reach. Gekruist naar de andere kant. Oefening 2. Gaan we knieheffen en stoten. Gaan dus op de plek. Knieheffen en stoten. Als derde gaan we naar de grond en gaan we planken. Dus leg een handdoekje neer of een kussentje neer. En dan gaan we in en uit. Dus planken. In en uit. Net hetzelfde als we doen bij jumping jacks. Dus plank jacks. Dat zijn de 3 oefeningen, 30 seconden. Ik ga de timer aanzetten. Zorg dat je de drinken een handdoekje bij je hebt. En dan kunnen we knallen. Hier ja, gaan we in 5, 4, 3, 2, 1. En squat en reach. Mooi diep doorzakken. En dan links en rechts. Jezelf mooi lang. Mooi diep doorzakken. En rekken. Goed, oefening 1, 10 seconden rust. Gaan we naar knieheffen en stoten. 3, 2, 1, let's go. Mooie lange stoten, goed uitrekken. Yes, that's it. Oefening 3, naar de grond toe. In de plankpositie. Hier, in en in. Moet je buikspierontspanning houden. Voel je heupen mooi achter. Dus niet te ver naar boven komen. Yes, goed. Dat is de eerste ronde. Vind je springen nou zwaar? Kan je ook om en om uitzetten. Maar even het spoor in met uit. Oefening 1, gaan we weer. Zeg maar korte pauzes, zodat je ademhaling goed onder controle. Des te langer hou je het vol. Check. 10 seconden. Oefening 2. Knieheffen. En stoten. 3, 2, 1. Let's go.
Kom op. Zijn er frustraties in? Gooi nu eruit. Lekker stoten. En check. Dan weer naar de grond. Wacht op de piep. Yes. Dat is niet leuk. Of zwaar is. Om en om. En stappen. Yes. Check. Nou, dames en heren, we zitten halverwege onze eerste circuit. Kom op. En gaan we weer. Links naar rechts. Check. Back to the boxing. Met de high knees. 3, 2, 1. Kom op. Hoge frequentie. That's it. 5 seconden. En check. Goed. Flanken. En daar gaan we. In en uit. Check. Goed. Final round. Eerste circuitje. 3, 2, 1. En go. Goed je borstkas ophouden als je squat. Is niet te ver naar voren vallen. Check. Gaan we naar 2. En 3, 2, 1. En dan. Een hoog tempo aan. Het is de laatste keer dat je deze hoeft te doen. En daarna 3 nieuwe oefeningen voor ons tweede circuitje. En check. Laatste oefening. Yes. Kom op mensen. Hier hebben we even iets langer rust. Even doorzetten.
Prima. Goed, neem een slokje water. Kom even op adem. In de tussentijd ga ik de drie nieuwe oefeningen toelichten. Goed. Zometeen. Oefening 1 is een combinatie tussen mountain climbers en een push-up. Vanuit hier push-up houding. 1 push-up, 1, 2, 3, 4. Dan weer push-up, 4 mountain climbers en een push-up. Vind je push-up tenen te zwaar of lukt dat op een gegeven moment niet meer? Mag vanuit hier 1, 2, 3, 4 knieën neerzetten. Push-up uitvoeren. En weer naar boven. Ja, dus op die manier kun je hem goed voor jezelf aanpassen. Ja, tweede is een hakje billen op de plek. De naam zegt het al, met de hakken naar de billen toe. Dan als derde mag je weer liggen. Dan plaatsen onze voeten tegen elkaar. Dan doen we de butterfly sit-ups. Dus achter je de grond aantikken, kom je op je voeten aantikken. Ja, dus achter. En voor. Maak goed gebruik van je armen zwaaien. Je kunt net even wat langer volhouden. Ja, dan gaan we beginnen. Nieuw circuitje. Zelfde tijd. 30, 10, 3 oefeningen. 4 rondjes. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Push-ups. Ja, dat is 1 push-up. 1, 2, 3, 4 en een push-up. 1, 2, 4 enzovoort. Enzovoort. Kom op. Goed. Oefening 2. Hakkenbillen. In 3, 2, 1, daar gaan we. Op de plek. Om de rechte billen aan te tikken. Plaats aan je handen. Liggen, de butterfly sit-ups. Yes, let's go. Dus op, achter aantikken, opkomen, voeten aantikken. Kin op de borst houden, niet je nek naar voren stoppen. Niet onnodig spanning opbouwen in de nek. Die spanning moet liggen bij je buikspier. En check. Goed. Het is de eerste ronde. Gaan we terug naar de push-ups met mountain climbers. Ja. Zo, zie bij de bel. Oefening 2, hakken billen. Goed, weer een goed warm te krijgen. Hopelijk jullie ook. Oeh, let's go. Yes. En door.
Check. Sit-ups. Drie, twee, één, let's go. Check. Goed, halverwege gaan er twee rondjes te gaan. Hou je sterk. Dan gaan we weer. Timer spaart ons niet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. Billen. Woo! Let's go! Even volhouden, nog een paar minuutjes. Goed op je ademhaling letten. Neus in. En de mond uit. En check naar de grond. In positie. En ja. Deze vind ik wel goed te voelen in de buikspieren. Check. Goed. Final round. Laatste ronde. Laatste drie oefeningen. Even wikkelen. Kom, push-up. En maar klaar. Netjes gedaan. Laatste twee. Eén keer hakken billen. Eén keer butterfly sit-ups. Let's go. Hou vol met mensen zijn er bij hem. Einde is in zicht. En prima, laatste. 30 seconden. Let's go. En sit-ups. Gebruik goed je armen. Net wat makkelijker over dat dode punt heen. Laatste secondes, nog 5, 4, 3, 2, 1, en chakken. Goed, even op adem komen, neem misschien een slokje te drinken. Ik heb het althans goed warm ervan gekregen. Ik heb een goed begin van de dag gehad, samen met jullie. Nou,
Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze sportieve start. Het was wat intensiever dan vorige week. Vind je dit nou een leuk filmpje? Doe dan even liken. Heb je nog tips of tops? Heel graag zelfs. Zet ze dan in de comments. Blijf op de hoogte van internet en deze Facebookpagina in de gaten. Dan wens ik een hele fijne dag en een hele goede week toe. En hopelijk zien wij elkaar volgende week. Succes!